our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Ja, ik kan niet meer vol, hè? Tegen. Ik kom op de bank vandaan. En voor de bank. The night's young. Yeah. It is just begun. As she puts her hand in mine. We wanna kiss the night. Ja, de meisjes. Even in beeld, moet ook kunnen. Ja. Nou, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Wezenbollen. Het is vandaag alweer reeds woensdag, de 6e van de 3e 2004. En hoe laat al even? 5 minuten over 4. Ik had een rotnacht achter de rug, kreeg zomaar warempel. Weer eens een keer wat last van mijn maag. Was weer eventjes geleden. Dus ja, eerst zo geprobeerd zonder wat. Toen zelfs de medicatie gebruikt van de huisarts. Toen maar naar beneden. Ik was naar beneden geweest om een plasje te doen. Rijker die sliep toen. Toen ben ik maar weer naar beneden gegaan. Ik heb even een pakje met die breektoosjes gepakt. Ik daar even anderhalf van opgepeuzeld. En toen begon het weer te zakken. Ik dacht, nou ja, goed zo. Kijk, zo meteen weer geslapen. Maar ja, je bent wel weer klaar wakker, hè? Ja, niks aan dus. Maar ja, in ieder geval, het was al licht dat ik pas weer in slaap viel. Want ik was echt doodmoe. Ik had misschien anderhalf uur geslapen, weet je. Misschien 2 uurtjes. Maar een mens had wel meer nodig dan dat. Dus ja, dan kom je ook wel weer laat uit je bed. Wat eigenlijk niet de bedoeling was, maar het is nu eenmaal zo. Maar ja, we proberen er nog wel wat van te maken. En ja, er moet nog een vlog in elkaar gezet worden. Want ik had, als het knap weer zou zijn, met de meiden weer even naar de dijk toe gewild. Maar ja, Billy is niet geweest. Ik wil toch ook even een bezem er doorheen slingeren, weet je. Die komt morgen wel, maar als je ziet wat voor haar er over de grond legt. Nou, daar word je niet vrolijk van. En ik wil dat eventjes weg hebben. Daarom zeg ik al eerst maar even met de bezem, weet je. En dan even opvegen en dan hup, dan is het in ieder geval het grootste hoeveelheid weg. En dan morgenmiddag weer liep met de stofzuiger erdoor. Dan is het helemaal weer weg. Ja. Nee? Want ja, de verhaarperiode die breekt weer aan. En dan heb je weer een deken vol met haar, vooral van Elwing vanzelf. Rijka, laat dat er weer lelijk van. Ja, oh, goed zo, keurig. Maar in ieder geval, ja, we gaan gewoon, ja, en dan een vlog in elkaar zetten. En dat wil ik eigenlijk ook gedaan hebben voor vanavond. Waarom staat die te knipperen? Dat weet ik niet. Oh, ze hebben ook. Oh ja, vanochtend werd er ook nog aan de poort gebeld. En het waren mensen die ik niet kon. Ik denk, bekijk het maar. Ik wil slapen, weet je. Wordt er op een gegeven moment aan de voorkant een foldertje door de brievenbus gestopt. Ik mag gelijk verscheurd en weggegooid. Want dat was van de Jehovah. Nou, ik hoef geen Jehovah. Nee. Ik heb mijn eigen geloof. En hun geloof dat stuit helemaal tegen mijn geloof in. Ik heb een oom en een tante gehad. Maar zijn broer van mijn stiefpapa. En dat woordje stief en knekel aan. Dus van mijn papa, van mijn echte vader. Ja, daar had ik niet een band mee. Dus ja. Van mijn echte vader, nee.
Maar mijn stiefvader, ja, daar was een broer van en zijn schoonzus, dus een tante en een oom. Die hebben me zoveel verteld destijds. Hij zegt, meid, je moet doen wat je hart je inbegeeft. Hij zegt, ik en je tante zullen je daar niet minder om mogen en er ook niet kwaad om kijken, naar je kijken. Dus doe wat je hart je ingeeft en volg dat op. Nou, toen ben ik baptist geworden. Mijn moeder was er wel op tegen toen destijds, want ja, ik was onder de vlag doorgegaan van het leger des heils. Hoepie, of ik daar nog zo blij mee moest zijn, als baby zijnde. Ik vind dat niet kunnen, dat je als baby zijnde wordt gedoopt. Want ik vind, we moeten zelf als kind zijnde kunnen beslissen. Dus op een leeftijd dat je zelf kan beslissen, en in mijn ogen is dat nu nog steeds een jaar of 18. Dan ben je volwassen en dan kun je, hup, beslissen. Ja. En zolang je nog niet volwassen bent, heb je ook niks te beslissen. In mijn ogen. Maar wie ben ik? Ja, dat is een ouderwetse gedachte, denk ik. Ik weet het niet. Er zijn kinderen natuurlijk die al veel eerder kunnen beslissen. Maar als je kinderen hebt, een achterstand of wat dan ook, ja, dan moet je dat beschermen. Ja. Vind ik tenminste. Maar wie ben ik? Ja. Maar oké, okay, ja, ik ga die deurbel eventjes goed doen, want er staat met de knipper. Dat is die zwarte. En die heb ik niet gehoord, maar wel die andere deurbel, want dat ging via mijn telefoon. En dan kon ik ook zien dat er mensen voor me... Maar ik kon ze niet, nee. Maar die ene was ook nog een buitenlander, want dat hoorde ik hier weer bij de voordeur. Want ik was naar beneden, naar de wc. De honden gingen het een keer, want ja, die horen het ook allemaal wel, weet je. Daarom, vorige keer is er nooit gebeld, hoor, door Mary, nee. En, want dat horen ze. Ja, en ook met mijn pakketje. Dat mijn router werd gebracht. Hij heeft gewoon niet gebeld. Zo simpel, want dan gaan er die honden een keer. Die honden horen het. Die zijn niet doof. Hé? Nee, tenminste, router, modem. Ja, de modem. Hé? Meisjes van het goede leven. Maar oké, wij gaan er eventjes lopen. En ik spreek jullie gewoon straks weer. Ja, toch? Nou, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dag. Ja, dat gaan wij ook doen. En ik zou zeggen, doe het met een lach. Doei, doei. Ja, ik was maar al begonnen met vegen. En dat komt enkel nog onder de bank vandaan. En voor de bank. De rest moet ik nog doen. Ja. Maar dat komt goed. Ik heb ook een koffie gemaakt. En we zijn dus al thuis. En Kandalf is buiten in de tuin. Blijf nou op de bank in plaats van te lopen als ik aan het vegen ben. Nee. Ga op de bank. Nu. Ja. Deugt niet. Deugt niet, je deugt niet. Juist. Dus ja. Kijk, en daar is Kandalfie. Die zit voor de poort. Hi kerel, was je er weer? Ja, was je er weer, man? Ja. Nou, vrouwtje gaat verder met het werk. Ja. En als ik klaar ben, kom ik weer even retour. Ja, ha, ha, ha. Dat nou, het valt me nog 100% mee. Ja. En er zit natuurlijk ook zand binnen, wat je zelf ook meeloopt naar binnen toe. Maar het valt me allemaal 100% mee. Ik had meer verwacht. Dus ja, dat dus. Zootje haar van de meiden. Vernauwing het meest. Ja, en dat hou je. Dan moet je niet aan dieren beginnen, zeg ik dan maar. Ja, toch? Moet je niet aan dieren beginnen als je daar een hekel aan hebt. En dus, maar in ieder geval. Het is weer bij elkaar geveegd. En ik ga het zo eventjes opruimen. Want de kandel die loopt er ook gewoon gezellig doorheen wat ik niet wil. En dan ga ik een koffie op drinken en ik moet nog verder met die raamstickers voor de Pasen. En ja, dan weet je het wel. En dat zijn allemaal losse deeltjes.
Word je ook niet vrolijk van? Nee. Maar het komt goed. Ik ga nou dat even opruimen. En als ik weer een stukje verder ben, laat ik jullie wel weer zien. Ja, toch? Komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van alles. En tot later. Nou, de bloemetjes die zitten erop. Het wolkje zit erop. En dat moet ook een bloemetje wezen. En nou, en dan hebben we daarop een haartje en een kuikentje en een eitje. En aan die kant hebben we schaapjes en een hekje. Dat hebben we daar ook hangen hoor. Ja, hebben we daar ook. Maar ik heb nog meer paarspullen, maar dat moet, hoe heet het nou? Wil je morgen even pakken? Was jij even lekker aan het drinken, kind? Ja? Ja, heel. Dan moet ik lekker even aan het drinken. Moeten jullie naar buiten? Nou, dat mag. Gaan jullie maar even naar buiten. Ja, jullie bekijken het maar. Nee. Ik weet niet of dat zo te zien is. Ik weet het niet. Ik zie niks. Ik zit in mijn stoel, dus ja. Even kijken. Doen we het zo. Ik weet het niet. Ik zie het niet. Nee, ik zie dat niet. En dus, nou, die we water, huppata, ook goed. Die is legt alweer. Hé? Ja. Nou ja, we gaan eventjes een koekje nuttigen. En koffie. Mijn andere bakje had ik alweer op. Dus mijn tweede alweer. Ja, ja, komt helemaal goed. En ik ga eerst even wat voor mezelf doen. En daarna ga ik een vlog in elkaar zetten. En natuurlijk ook uiteraard nog eten. Dus ja, ik word helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet een beetje met ons weer mee. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben met de meisjes alweer uit geweest. Ik ben er net van thuis. Dat ik ga zo meteen even wat lekkers zien schenken voor mezelf. En even een knabbeltje erbij pakken. En ja, ik heb nog eventjes, heel eventjes stilgezeten op mijn rollator. Maar ik wou niet mijn handschoenen uit gaan doen en mijn camera, tenminste mijn mobiel om te pakken, om de camera ervan te gebruiken. Want er stond weer heel wat te gebeuren, allemaal zwaailichten, geen ongeluk hoor, nee. Maar nachtverkeer zeggen we dan wel eens, trailers met ja, een chalet erop en ik geloof een stuk of drie, vier van die kringen. En ik denk dat het morgenochtend met de eerste boot mee naar Texel toe moet. En dat het, voor de, nou ja, die mensen die over de grens vandaan komen, je weet wel, eventjes netjes houden. Ik denk dat het daarvoor bedoeld is, denk ik hoor. Ik weet niet zeker, er stond niet een briefje op, wij zijn voor hun en wij zijn voor hun, dat staat er niet op. Maar in ieder geval, ja, dat reden gewoon langs en... Ja, de eerste auto, dat was een busje met zwaarlichten. En dan hoorde je door de megafoon zeggen, of weet ik veel wat het was. Dat ze van mijn achtertuintje, de oude Rijkswerf, Cape Holland. Dat ze moesten wachten daar op de brug, want ze mochten er niet oversteken of wat dan ook. Omdat eerst dat verkeerde voordoor langs moest. Nou ja, oké, dan moet je even wachten, dan moet je geduld hebben, ja toch? Maar oké, lieve vrienden, ik ga ook gelijk van deze dag met jullie afscheid nemen. En ik zou zeggen, gewoon lekker slapen allemaal en welterusten. Met mooie dromen uiteraard. En ja, kijken wat de dag ons morgen brengen gaat. Dat weet ik dus ook nog niet, ja. Nee, dat zien we vanzelf wel. Maar wat ik wel weet, is dat God over ons allemaal de wacht houdt. En dat wij dan gewoon zeggen van tot aan de andere kant van de nacht. Ja, en slaap lekker zacht. Tot morgen.